Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Mochten jullie nog niet geabonneerd zijn, doe het dan nu. Ik ben trouwens Thalisa, als jullie nieuw zijn hier. Welkom voor degenen die mij al kennen. Hey kus! Vandaag is het een leuke dag. Het is nu 10 voor 11, dus ik ben wel een redelijke tijd wakker. Ik was aan het monteren de hele tijd. En zo komen de mensen, of één persoon van Veneta, komen hier alles opmeten. En die brengen stalen mee om te kijken voor gordijnen of rolgordijnen of latjes. Ik weet het nog niet juist. Ik ga zien wat dat ze in de aanbieding hebben. Ik ben ook alleen, want Niels is werken natuurlijk. Maar omdat die eerst bij Celine langs gingen, komen die al voormiddag. Anders dan had die 's avonds kunnen komen, dan moest ik niet alleen kiezen. Maar oké, ik had mij even moeten aanpassen. Wel stom, want nu moet ik zo beslissen. En ik had dat wel graag met Niels gedaan. Maar oké, dat gaat wel lukken. Het zijn gordijnen of latjes. We hebben sowieso wel wat besproken, wat dat we mooi vinden. Dus we zullen zien. Ik heb trouwens vandaag ook eens ringen aangedaan. Maar deze heb ik altijd aan. Ik weet niet. Hebben jullie wel gezien, denk ik. Maar dit is ook een echte gouden met echte diamanten. En nu heb ik er hier zo twee van. Twee van, ik denk, Shein of Safo. Waarom heb ik hier trouwens zwart? Maar zo raar, hè? Ik weet het niet. Oké, ik ga dus nog even verder monteren tot die man of vrouw van Veneta hier is. Ik denk een man, want ik dacht dat hem Sjoerd noemde. Je kunt zo inboeken dat die komen opmeten en stalen brengen en zo. Dus ik ben zeer benieuwd. Even kijken, ik ga eens hier naar kijken. Even ongeacht de kleur hoor. Het gaat met name even om die transparantie, zoals ik zei. Kijk, dit laat hem wel licht door, maar je kunt niet echt erheen kijken. Nee. Zou volgens een hele mooie kunnen zijn van voor. Ja, inderdaad. Dat want dit is wel anders iets met een beetje een groen tintje eroverheen. Ja, vind ik wel heel mooi. Ja, vind ik wel een mooie kleur ook. Oké, dit is wat ik heb gekozen. Deze heb ik gekozen voor van voor aan het bureau. Het is een anthraciet zwart. Deze komt hier in de living. Het is meer zo'n beige grijze tint. Beetje zoals de zetel. En dan dit komt in de slaapkamer. Omdat we daar een schuine wand hebben, komt er zo'n systeem op het raam. Met ook een beige kleur. En dan zwarte afwerking voor alles. Oké, Sjoerd van Veneta is net weg. En zoals jullie kunnen zien, heb ik goed gekozen. Ik heb dus voor hier gordijnen gekozen. Voor dit stukje. Dan voor van voor aan het bureautje. Dat we zo van voor aan het huis een mooi gordijn hebben. En niet iedereen in het bureau kan kijken. En dan voor de slaapkamer heb ik ook gordijnen gekozen. Dus ja, ik was super blij. Het was super, super handig dat die langskomen om te helpen. Want anders had ik het niet geweten. Dan had ik latjes genomen. Maar dat was hier niet gegaan omdat dat niet diep genoeg is, ons raam. Dus nu hebben we hier vouwgordijntjes. En van voor ook een vouwgordijn in het zwart anthraciet. En dan boven hebben we plissé gordijntjes. Die aan het raam bevestigd worden, want we hebben daar een schuin dak. Dus dat is een ander systeem. Dus ik ben wel super blij dat Sjoerd is langs geweest. En dat ik nu wel goed heb gekozen en weet wat en welke systemen werken. Dus ja, ik ben super blij. De prijs was ook echt cheap voor al die
ramen. Want hier hebben we natuurlijk echt grote ramen. Dus ik ben echt super blij. Super benieuwd hoe het eruit gaat zien. Ik denk dat het een 8 tot 10 weken wachten is tot ze het komen monteren. Want dat wordt natuurlijk allemaal op maat gemaakt. En dan heb ik gordijnen. Goedemiddag. Het is ondertussen, ik denk 3 dagen later of zo, dan dat ik het laatst heb gefilmd. Het is 2:15 op zaterdag. Mijn haar. En we gaan naar de gym. Niels gaat mee naar de gym na, ik denk echt dat hij al 2 maanden niet meer is geweest of zo. Het is gonna be fun, hè. Niels heeft vandaag wat gewerkt in de garage. Het ziet er echt heel ordelijk uit nu, want onze garage was best wel een rommeltje. Maar nu, kijk hoe goed al het werkmateriaal in deze bakken zitten. Er zit ons glas, je ziet, vol. En deze half vol. En dan die twee zitten gewoon maar rommeltjes nog. Zo, onze spullen. Dit hier is mijn herfstdecoratie, dus dat staat niet boven. En dan hebben we hier het gasmachine, vuilzakken. Mijn schoenkasten, mijn zetel, wat ik nog steeds niet weet wat ik ermee ga doen. Ik denk dat ik hem ga verkopen, but I'm not sure yet. Maar oké, ik ben dus nu aan het wachten op Niels om te gaan gymmen. Oké, we zijn aan het voetballen met de katjes. Wow, nee. Milk is gestopt. Kom aan, Milk. Pak het. Dat is een mooie ding. Duw terug, hè? Ja. Komt er maar. Met de tijd verandert hij. Muffin, Muffin gaat ook. Nee, Muffin ruikt gewoon. Hij stelt direct de gevoelige zones van de tanden en helpt het tandvlees te versterken om de terugkeer van gevoel. Pak het! Stop de pijn met het medisch hulpmiddel Elmex Sensitive Repair and Prevent. De zich terug in het bureau geïnstalleerd met zijn gaming stuff, hè? Met een kabel door heel thuis, hè? Ja, echt waar. Hier ligt de kabel en die komt van hier van de tv, maar dat is niet erg. Ik was de trinkets aan het kijken. Milky is hier aan het chillen, maar de was is klaar. Dus ik ga even de was ophangen. We hebben trouwens de berging ook deze morgen een beetje opgeruimd, iets of wat properder gemaakt. Dus nu ziet het er zo uit. Oké, ondertussen is het avond. En zijn we McDonald's gaan halen. Echt wel maar één. Eén cheeseburger voor Niels en één hamburger voor mij. Want eerlijk gezegd, we hebben gisteren ook al McDonald's gegeten na de fitness. En zero hebben we eigenlijk. En dan heeft Niels nog een McFlurry genomen. En ik denk, wilt je undercover kijken? Ja. We gaan undercover verder kijken. Dat is zo de serie met Tom Waas. En we zijn seizoen 1 aan het kijken op Netflix, want ik had dat nog nooit gezien. Niels wel. En seizoen 2 is wel op de tv, dus dat zijn we aan het opnemen voor als we seizoen 1 op Netflix hebben gekeken. Spannend is het wel. We zitten aan aflevering 6, denk ik. Ik vind het wel echt een goede serie, zeker een aanrader als je het nog niet hebt gezien. Het is een Nederlandstalige serie en hij staat dus op Netflix. Hé, Milk? Wil je ook een beetje McDonald's? Ja,
Maar ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer.